Ik hoor jullie denken, Alwin, wanneer stop je nou eens met die stadions? Ik weet niet wanneer we kunnen. Maar West Ham is toch een stadion wat al lang op mijn bucketlist stond. We zijn nu hier in Engeland, in de buurt zelfs East London zitten we. Dus waarom niet dit proberen in kijken te nemen of het mogelijk is om in het stadion van West Ham een kijkje te nemen. Oh mijn god, ik heb mijn GoPro bij, deze GZVX en nog een nachtcamera. Dus we hebben alles bij. Hoi hoi, lovely man. Thumbs up for this. Yes, it's my English accent. Voordat we de video gaan beginnen, wil ik even zeggen wat voor prachtige buurt we zijn. Holy shit, holy the crap, out of the shit. Damn son. This is quite a lovely view, man. Ergens snap ik wat jullie denken, Alwin, wanneer kap je nou eens met deze inbraak shit? Het blijft voor mij een hele kick om dit te proberen, gewoon omdat het, ik weet niet, het zit in mijn DNA. Het zit in mijn DNA ofzo, het zit in mijn genen. Ik ga proberen of de kans er is. Mocht de kans er niet zijn, dan ga ik al geen risico's nemen, want ik moet nog wel terug richting huis. Dus we gaan niet te gek doen. Maar hoe dan ook, proberen we dit. Yeah, you're running off, my hands tied. Back where it all started. Zijn we die dingen die ik vaak heb gedaan als de stadions? Ik bedoel, ik zeg het net in die video zelf, we hebben alle stadions al gehad die je mogelijk in Europa kan doen. Amsterdam Arena gaan in, PSV Eindhoven gaan in. Jullie hebben wat aangevraagd om KAI Gent te doen. We zijn dus bij deze fantastische famous gast. This guy. En hij gaat ons gewoon even afdroppen bij het station. Maar dit is niet zomaar een BMW of een Audi of een Mercedes. Nee, dit doen we in stijl. O2 Arena, jongens. Dit is de auto waar we in gaan. Even wat anders. Ik denk dat ik mijn toekomstige auto heb gevonden. Hey. Een AMG. G-klasse. Deze gast regelt allemaal optredens van bekende artiesten. En die heb ik Milan gewoon net ontmoet. En we mogen met hem niet mee. Wat een legend. Oh my days. Oh mijn god, dit geluid van deze auto. Oh. Wat denk je ervan, Alwin? Ja, dit is. Oh mijn god. Oh. Dude, this is the one car I want in my life and we're just sitting here now. I'm sorry, man. Nou, ik kan wel zeggen dat dit geen normaal avondje is. Ik zit in een G63, of wat is dit? Ja, G63 AMG, G-klasse. And there he goes. Nou. Wat een avontuur, gast. Wat een avontuur weer. We gaan even stadion doen, zeiden we. Zo de mythe, op een gegeven moment zijn we gewoon met een gast in een G63, kom maar. Nou, dit is echt die ene auto, jongens, waar ik enorm erg van hou. Maar goed, back to the video. We gaan nu terug focussen op het stadion, maar jongens, let's do this. Voordat we naar het stadion kunnen gaan, moeten we eerst even wat geld op onze Oysterkaart zetten. Omdat je zonder Oysterkaart kan je niet reizen. En als je niet kan reizen, kan je ook niet naar je locatie gaan. Dan zal je hem hebben, onze trein. Ik was vergeten te vertellen, ik ben vandaag niet alleen. Ik ben vandaag met een gast die ook altijd met mij samen staan en doet. Hallo jongens. Zo, Milan is erbij. We zijn nu aan het wachten voor onze tweede trein. En als het goed is, rijdt deze trein helemaal naar het stadion toe. Tenminste, één voor, ik weet niet precies, Milan heeft het uitgerekend. Milan, waar zit het nou? We zitten nu in St. Pablo. Vanaf hier moeten we de DLR naar Stratford nemen. Maar gaan we er bij Stratford uit? Of en, moeten we... Vanaf Stratford is het enige echt pad naar het stadion. Enige echt pad naar het stadion. I mean, we will do it. No problem, sir. Hopelijk krijgen we geen gezeik met politie, want als je dit nu kijkt, de volgende dag moeten wij terug naar huis. Mocht de politie ons pakken, we kennen ze ons al. Het is de tweede trein. Oké,
Hey, de underkans hebben we gehad. We lopen nu richting het stadion. Dan is nog maar eventjes afwachten of we een ingang kunnen vinden en naar het veld kunnen gaan. Laat staan het dak kunnen gaan. Nu ben ik heel benieuwd of dit de volg kan worden van onze Europa-avonturen. Of tenminste Groot-Brittannië, Engeland erbij kan voegen in het rijtje. Misschien komt er nog wat anders aan, maar goed. Eerlijk toegeven jongens, ook al ben je niet voor West Ham, ook al ben je niet voor deze club. Je moet eerlijk toegeven, het is een fantastisch mooi stadion hoor. Maar ik ben heel benieuwd of het mogelijk is man. De lichten staan allemaal aan, dus mochten we op het veld komen jongens, jullie hebben een fantastisch mooi beeld. Deze ogen ook, maar jullie hebben een fantastisch mooi beeld, geloof me maar. Nu hebben jullie ongeveer het beeld wat ik zie. Prachtig stadion met deze ring. Holy shit. En het probleem wat we hadden is dat op één soort van ingang was afgesloten met allemaal hekken. Plus er zat ook een security guy vlak voor het hek. En de vorige keer toen ik hier was, was het helemaal niet zo het geval. Dus ik denk dat ze qua security enorme stappen hebben gemaakt. Fuck. Jongens, het is zo kut hè. Alles is afgesloten. Dan probeer je iets voor jullie te doen. Hè. Ik ben al bij de O2 Arena geweest, zoals jullie al gezien hebben. Dit is gewoon klote, maar ik probeer dit voor jullie te doen. Ik ben heel donker, zou ik naar Night Vision overgaan? Ja, even naar Night Vision. Ik probeer dan voor jullie leuke video's te maken. Dit was een idee wat we beide hadden. Maar nu is alles afgeblokt, man. Het is zo klote, jongen. Dat gevoel is als YouTuber zijn, is het gewoon echt niet leuk. Geef me niet op, we gaan nog kijken wat de andere twee kanten van het stadion geeft. En dan pas nemen we een conclusie. Laten we gaan. Deze tentjes, daar zitten mensen in die ons bekijken. En hier staan dus allemaal, zie je deze hekken? Deze hekken blokkeren ons. En die staan dus overal rond het hele stadion. Hier hebben we het jongens. Hier hebben ze ook weer zo'n tentje. Overal van die tentjes man. Je hebt echt het gevoel alsof je deze tentjes zet om gewoon echt een spelletje te spelen ofzo. Maar in dat opzicht doen ze het wel goed, want het is heel goed beveiligd. Ja, ik bedoel, ik heb veel dingen gedaan. Hier komt ook een security gastje aan. Daar rijdt hij. Dit is dus weer een security. Een checkpoint. Echt, ik zeg het jongens, ik weet niet wat voor event hier komt ofzo. Of wat het volgende event hier is, maar er zal wel iets aan de gang zijn. Want anders is dit nooit zo goed beveiligd. Ah, dat is... Dat is echt zo frustrerend, jongen. Moet je nagaan als jij... Dit is trouwens de tweede dag dat we filmen, jongens. Dus dit is de volgende dag alweer. En nu werkt dit ook alweer niet. Het is net alsof we een vervloeking hebben of zo hier in Engeland. En je moet begrijpen, ik probeer voor jullie de fitste content te brengen. Ik probeer super origineel te zijn door wat ik doe. En dan is het gewoon jammer voor jullie ook. Want ik weet dat jullie van dit houden. Jullie hebben enorm veel andere stadions aangevraagd. En ik probeer daarmee ook origineel te zijn. En ik ben helemaal naar Engeland gereisd om dit te doen. Maar... Ja... Ja, zonde man, ik vind het zonde. Misschien vond ik je beter. Maar dit is echt kloten. Hopelijk vinden jullie het wel, ook al lukt het dan niet, hopelijk vinden jullie het wel een leuke video. Ik weet ook niet of ik dit ga uploaden, moet ik nog even kijken als ik thuis ben. Maar hopelijk vinden jullie het de moeite man, gast. Ik hoop het echt. Ik hoop het echt van harte. Hopelijk, ook al werkt dit niet, hè, dat we O2 niet beklommen hebben en dat we de stad niet beklommen hebben. Ook al, hopelijk gun je wel even een blauw duimpje. Zou enorm lief zijn van jullie. En we zijn eruit. Waarom er zoveel security is? Milan vertelde me net dat het wereldkampioenschap atletiek is, hier in Londen. Hey, vandaag, morgen, overmorgen, wie weet het. Ja, het zal nu nog niet bezig zijn, maar de voorbereidingen zullen wel al bezig zijn. Inderdaad, maar en wij wilden even hier insneaken, jongens. Zal niet lukken denk ik als er zoveel security is, maar goed, hey, we hebben het geprobeerd. Kan helaas niet. Ik zat te denken van, hoezo is dit zo goed beveiligd? Maar goed, misschien voor volgende keer jongens, wie weet.